€21,76. Dat is hoeveel ik aan het eind van de maand zou overhouden als ik van een bijstandsuitkering zou leven. En in deze video wil ik een soort van meemaken hoe dat is. Ik heb het onderwerp gezien bij YouTuber Raoul. Hij heeft meegemaakt hoe het is om een week van de bijstand de boodschappen te doen. En dus echt rond te komen. In mijn geval zijn de boodschappen al gedaan. Ik wil namelijk weten hoe een leuke dag eruit zou zien met dat overige bedrag. Sterker nog, ik wil weten of geld echt een rol speelt in het hebben van een leuke dag. Dus in deze video zie je ook hoe ik een dag als rijk persoon spendeer. Om erachter te komen of geld een leuke dag nou echt leuker maakt. Er is één regel. Alle items moeten ter plekke gekocht worden. En we beginnen met ontbijt. Mijn dure ontbijt in een mooi gebouw met een mooi design. Ik heb de kaart bekeken en ik heb gekozen voor tuna melkbagel van €15. En een lekker gembertheetje voor mijn keel omdat mijn stem zo fucked up is. €4,20. In totaal €19,90. Dat betekent dat ik extra goed moet letten op mijn centen. En ik doe het niet alleen, hè. We hebben... Wij leven allebei van een bijstandsuitkering. Broklife. Dus we voegen ons geld samen en maken van deze leuke dag een leuke dag. Zolang het maar leuk is. En voor ons luxe ontbijt wilden we gaan voor kaas of gerookte zalm. Maar ik weet niet wie er goud in deze ding heeft gestopt. Want holy shit. Sis, wanneer is het zo duur? En dit is niks, hè. Kijk, dit is niks. Dus om het toch een luxe vibe te geven, hebben we gekozen voor goedkope alternatieven. Dat weerhoudt ons er niet van om gewoon een lekker heerlijk ontbijtje te hebben. En vooral luxe, een luxe ontbijtje. Ja, zeker luxe. Kijk, normaal pak een mes, snijd hem open, maar we hebben geen mes, dus... We hebben nog steeds geen mes, dus... Oh, nee. Plakjes kipfilet boterhamworst, wat volgens mij niet echt kipfilet is. En een pak drinken. Weet je wat, we dippen het gewoon. Oh my God. En mijn eerste hap van deze salade zegt... Qua smaak is het echt prima, het is gewoon een beetje onhandig. Ik neem aan dat normale mensen in de bijstand dat ze wel gewoon bestek hebben. Ja, zeker. Dames en heren, dit heeft helemaal niks te maken met bijstand. Dit zijn gewoon twee jongens die onvoorbereid zijn. Kijk, misschien zie ik er wel rijk uit, maar ik ruik niet rijk. Waarschijnlijk ruik ik naar zweet, omdat ik het spannend vind om binnen te filmen op openbare plekken. Please, help me. Dus moet ik parfum hebben. Dus ik zoeken en ruiken. Maar terwijl ik zoek en ruik, vind ik gewoon niks. Niks wat echt lekker ruikt. Maar ik heb heel toevallig al parfum bij me. Namelijk die van Parfumado. Inderdaad, want naast dat ik alle parfums niet zo lekker vond ruiken... Oeh, nee, direct niet lekker. Was er iets anders wat ik niet super aantrekkelijk vond. De prijzen van al die parfums. En als rijk persoon zou dat natuurlijk niet moeten boeien. Maar als we even verder kijken naar deze video, hè, zie ik er rijk uit. Zie ik eruit alsof ik bakken met geld heb. En met het abonnement van Parfumado kun je maandelijks kiezen welk parfum je op hebt. Want voor degenen die wel eens parfum hebben gekocht, die kennen het vast wel. Je koopt een fles parfum voor €100. Maar na een tijdje denk je al snel van, ik wil weer iets nieuws. En met Parfumado kan ik precies hetzelfde soort parfum aanklikken. En krijg ik hem thuisgestuurd in een handige travel size. Waar genoeg parfum in zit voor 30 dagen lang 4 keer sprayen. Zodat je dagelijks lekker ruikt. En als ik nu denk van ik wil eigenlijk weer eens een ander geurtje proberen. Kan je voor de volgende maand weer een andere selecteren. En in plaats van dat ik 2 keer veel heb betaald voor flessen parfum. Kost het abonnement van Parfumado maar €14,95 per maand. Wow. Dus check de link in de beschrijving waar je jouw Parfumado abonnement kunt starten. En gebruik de code YESIN50 voor 50% korting op je eerste maand. Rijke mensen zijn altijd onderweg toch? Naar meetings, geldzaken. En ik kan natuurlijk zelf rijden. Maar hoe vet zou het zijn als ik gewoon... een privéchauffeur neem? Dames en heren, maak kennis met... Normaal gesproken mijn beste vriend, maar vandaag mijn privéchauffeur en mederijker. Dankjewel bro, dankjewel. Dit is mijn beenruimte, er komt net een hand tussen. Laat maar bro, ik ga wel voorzitten. En terwijl we onderweg zijn naar onze volgende locatie... Boom. Hebben we hier wel geslaagde aankopen. Namelijk 2 mystery producten, waarvan ik jullie later pas vertel wat dat zijn. En daarnaast hebben we ook vervoer nodig, dus... Oké, we hebben nu allebei een NS-fiets, OV-fiets. Hoe heet dat ding? We hebben nu allebei een OV-fiets. Deze dingen kosten per fiets €4,45 per dag. Best wel cheap. En deze fiets bracht ons naar het grasveld verderop waar we mystery product nummer 1 kunnen onthullen. Oh shit. Namelijk een voetbal. Ik heb net een spel bedacht, ik weet niet of het al bestond. Ieder krijgt 3 rondes. In elke ronde heb je 1 minuut de tijd om te scoren tegen je tegenstander. We doen het om en om. En degene die het meest scoort, wint. Waarom ben ik zo slecht in voetbal? Kon ik niet iets beter zijn? Gewoon ietsjes. Ankara Messi, Ankara Messi. Hey, hey, hey. Hey. Maar ondanks dat
vond ik het wel echt super leuk. Nu hebben wij vandaag 6 euro betaald voor deze bal, omdat dat de regels zijn van de video. Maar je hebt vast wel thuis een bal liggen. Een potje voetballen kost je helemaal niks. Dat is zo erg. Damn, bruv. Gorra! Hey. En mensen oprecht, ik vond het echt helemaal geweldig. Worstelen. Winnaar is winnaar. Siri heeft gewonnen. Ik ga wel mijn drink gebruiken, maar. Ja, gaan we drinken halen? Ja. Gaan drinken halen. Hebben we geld daarvoor? Mag ik jou bedanken voor de rit? Nee. Waar is mijn geld? Ook rijke mensen doen leuke dingen, namelijk... De Arcade! Ja, ik zit al te kijken naar wat het allemaal kost. Het zijn hoge bedragen. Rustig! Hey, de kanten! Oké, er zijn in het leven heel veel dingen die zwaar overpriced zijn. Luxe water, popcorn bij de bios, deze clownschoenen van Balenciaga. Ik bedoel bro, kom op man, wat is dit? Maar ook bepaalde gerechten bij bepaalde restaurants. Als dit geen rijkdom of luxe uitspreekt, dan weet ik het ook niet meer. We gaan heerlijk eten bij het restaurant Aqua Asia, waar ik heb gehoord dat de prijzen echt immens hoog zijn. Dus we gaan het meemaken. En weet je wat het is? Het valt redelijk mee, totdat je eens goed gaat kijken wat er verkocht wordt. En als rijk persoon ga je natuurlijk voor kreeft, waarvan ik niet eens weet wat die kost. En niet veel later werd dat allemaal geserveerd. Sushi was 18,50 €, wagyu vlees voor 33 €, en kreeft, waarvan ik dus nog niet weet wat het kost. Eerste hap kreeft en ook de eerste keer kreeft in mijn leven. Daar gaan we. En wat ik nu ga zeggen, meen ik echt, het valt bijna tegen. Ik zweer het, het valt echt tegen. Het smaakt gewoon naar garnaal. Ik wil niet zeggen dat ik teleurgesteld ben, maar ik had wel iets meer verwacht. Dames en heren, ik heb afgerekend maar liefst €125,25. Die kreeft was €62,50. Wat? Ik heb €62,50 betaald voor het meest teleurstellende stukje eten uit mijn hele leven. De sushi was lekker, maar geen €18 waard. De wagyu was wel lekker, zei Arthur. Arthur gaat even een duimpje. Oké, dat is de duim van Arthur. Arthur vond de wagyu heel lekker. Maar goed, dat is het rijke leven, mensen. Dat is het rijke leven. €13,91. Daarmee gaan we iets best wel lekkers halen. Met dit overige bedrag hebben we een boodschappentas kunnen vullen. Bro, we hebben hier geen geld voor je. Oh shit. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik begon net met fietsen. Het... Oh. Mystery product nummer 2 was namelijk een wegwerp barbecue. Want we hebben zojuist precies genoeg producten gehaald voor een heerlijke en gezellige barbecue. Waar komt hij vandaan? Arthur heeft ervaring met dit soort dingen. En hij heeft de verpakking in stukjes gescheurd en in de barbecue gestopt. En waarom eigenlijk, als ik vraag mag? Omdat er te weinig code in deze verpakking zit om goed te barbecuen. Hij weet waar hij het over heeft. Hij weet echt waar hij het over heeft. Nou, ik ben denk ik na 2 weken begonnen. Ik was toen letterlijk 2 weken. Dus dat is nu ongeveer zo'n 23 jaar. Dat is lang. Dat is bijna je hele leven. Ik denk dat het antwoord duidelijk is. Als ik alleen al kijk naar hoe vaak ik op deze brokedag heb gelachen ten opzichte van de rijke dag, kan ik zeggen dat geld geen rol speelt in het hebben van een leuke dag. Nou, dan gaat je budget, grap. Dan gaat mijn budget, inderdaad. Ik bedoel, we hebben tenminste een burger. Hey, ik vind het lekker, man. Ik heb het niet eens gegeten. Licht! Het voelt toch leeg, het voelt toch nep, het voelt toch geforceerd. Alsof ik denk van, ik heb het geld, dus ik moet het spenden, dus ik moet naar zulke plekken toe. Wat ik vandaag heb gedaan, is maar een fractie van wat het leven in de bijstand echt inhoudt. Wat ik wel probeer te zeggen, is dat het echte geluk hem in de momenten zit en de herinneringen die je daardoor creëert. En nu is het gewoon improviseren, man. Dat is beter dan niet. We moeten afscheid nemen van de barbecue die het eigenlijk nooit heeft gedaan. Alleen of met vrienden, rijk, arm, het maakt allemaal niet uit. Zolang je gewoon geniet van het moment, komt het allemaal wel goed.